31 jaar wonen wij nu in de Helmenhoek. En tot nog toe is ons dat heel erg bevallen. Mooi langs de Usselenstroom. Wij hebben daar met heel veel plezier gewoond. Maar sinds een jaartje wonen we nu 200 meter verder in een bungalowtje. En dat is ook een lot uit loterij geweest. Ik zie daar in de verte zie ik die gele, ik denk dat het dotterbloemen zijn, maar dat weet ik niet zeker. Met allemaal bladen voor in het water. En op de voorgrond zie ik die treurboom. En die hoek, die wil ik graag fotograferen. Ik fotografeer vanaf ongeveer, wat moet ik zeggen, eind jaren 90, zeg maar, zo'n beetje. Toen had ik eerst nog een klein compact cameraatje. Ik vond dat gewoon heel erg leuk. Wij zijn toen eigenlijk in jaren 90 zijn we toen naar Canada geweest. En om dat allemaal vast te leggen, toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik niet kon bereiken wat ik eigenlijk bereiken wilde met zo'n compact cameraatje. En toen ben ik later overgegaan op een digitale camera en dat had toch wel wat meer mogelijkheden. Van daaruit over naar de spiegelreflexcamera. Nou, toen ging de helemaal wereld voor mij open. En op dit moment heb ik een systeemcamera. Nou, dat is helemaal iets geweldigs. En wij hebben heel veel gereisd. We zijn, nadat mijn man ziek is geworden en heel wat goed op is geknapt, hebben we gezegd, nou moeten we ervan nemen. En toen hebben we sinds 2003 zijn we echt aan het reizen gegaan en we zijn met de verste reis begonnen en dat was naar Nieuw-Zeeland. Maar het hoofdmoot wat ik op dit moment doe, dat is dus vogelfotografie en landschappen. Dat vind ik op dit moment het mooiste. Maar ben ik in een ander land, in Aziatische landen spreken ons ook heel erg aan, dan vind ik de mensen om daar te fotograferen ook geweldig. Toen wij nog aan de Warenveldehoek woonden, toen hadden we ontzettend veel vogels. Op één dag soms 24 soorten. Maar nu zijn het er een heel stuk minder. En dat mis ik eigenlijk nog wel een beetje. En daarom, ja, de vogels zijn altijd levendig. Je observeert ze. Ik ben echt geobsedeerd door de natuur. Door de schepping, door wat er dus allemaal te zien is. Dat vind ik geweldig. Ik ben ook lid van verschillende fotoclubs, onder andere bij de Natuurfocus in Holt en bij Fotoclub Brugget hier in Enschede. Je ontmoet allemaal mensen die dus allemaal dezelfde hobby hebben en je leert heel veel van elkaar en het geeft ontspanning. Ik ga regelmatig naar een hut, een vogelhut, om daar een hele dag te zitten. Sommige mensen zeggen van, mensen is niet goed wijs om een hele dag van 's morgens surfen tot 's avonds surfen in zo'n hut te gaan zitten en alleen maar vogeltjes kijken. Maar dat geeft zoveel rust in je. Ik vind het geweldig. Er zijn zoveel mensen die dus vereenzamen, die de hele dag achter de televisie zitten of tegenwoordig allemaal achter die schermpjes zitten en die zitten maar met de telefoon en noem maar op. Ze kijken niet meer om zich heen. En daarom vind ik zo belangrijk dat je iets zoekt wat je interesseert en dat je je daar meer in gaat verdiepen. En ja, en dat je daardoor ook door onder de mensen komt en ook gesprekken aan kunt gaan en dergelijke. En dat je daardoor vanzelf vrijer bent in je doen en laten en dat je niet verpietert achter de geraniums. Ik vind dat gewoon zo belangrijk dat je onder de mensen blijft en iets hebt wat je fascineert. De vijver, de Helmenhoekvijver, is ook een geweldig object. Veel vogels. De afgelopen voorjaar waren er ontzettend veel aalscholvers die daar waren. De ijsvogel die we van het winter heel veel gezien hebben. Het is ook heel fotogeniek. Ik heb wel eens een keer een rondje gelopen van de Heersenkampweg, de Kunningsweg en dan bij de paardenmanege weer lang rond heb ik een fotocamera meegenomen. Heb ik alleen eens de bloemen heb ik gefotografeerd. Wat ik allemaal tegenkwam. Nou, dat is in een rond cirkeltje rond mijn huis is het misschien 500 meter. Maar ik geloof dat ik iets van 44 verschillende soorten bloemen tegen ben gekomen. Ja, dat is toch fantastisch als je dat allemaal direct in zo'n omgeving hebt waar je woont.